Langs de zijflanken, links en rechts, de aanvallers. Ja? Ja. Hier is de bal op de middenstuk. Ja? Die wordt uitgestampt naar hier, naar achteren. En dan gaan die zo inlopen. Voilà, zo. Ja, wanneer is het gedaan? Ja, je moet nog opletten nu. Dat is... Ito! Penalty, zei Boeko. Ja, een zuivere penalty. Oh, oh, oh. Dit kan de goal van de waarheid zijn. Assamata! Het is 3-1 voor Racing Genk. Het stadion gaat hier in van de grond uit zijn voegen. Limburg is kampioen van de wereld. En Racing Genk in het bijzonder.